Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag, een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag 20 maart en ik ben me nu aan het klaarmaken. Nou, niet klaarmaken, want ik heb me eigenlijk al klaargemaakt. Dus wat ik aan heb, truitjes, liever broek, Zara, schoenen, Zara en broek Bershka, sorry. Ik ga lekker mijn brood smeren voor de dag. Ik heb vandaag een best wel lange schooldag tot 6. Dus ik moet wel wat brood mee gaan nemen. Dus ik ga vandaag voor tijgerwit met choco pasta van Aha eigen huismerk. Dus dat is wel best wel fit. Het is nu 8:10 en ik moet over ongeveer 20 minuutjes eruit. Dus let's go en jullie gaan weer mee in mijn week. My sexy love. Yeah. A tornado flew around my room before they came. Excuse the mess I made, it usually doesn't rain in my sexy love. Oké, ik ben zo weer een tijdje thuis. Het is nu 9:30. Het is nu de tijd om de vlog te bewerken die jullie een keer op dinsdag hebben gezien. Ik ben daar best wel echt laat mee om de weekvlogs gewoon om te editen en zo. Kijk hoor. Oké. En dat was trouwens een appje die ik binnenkreeg. Maar ik ga nu dus de weekvlog editen. En daarna ga ik lekker even met Britney bellen. En misschien nog met mijn pa bellen. En dan was het alweer voor vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen en voor jullie over een paar seconden. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en laat het goede maar weg. Want ik heb weer een rotnacht achter de rug gehad. En het is nu bijna 7:30. Ik ben vanaf 5:15 al wakker. En ik weet niet wat ik de laatste tijd heb, maar ik... Wow. Ik hoor de laatste tijd echt... Rond de raarste tijden word ik gewoon wakker. En dan is dan zeg maar op een normale schooldag. Kijk, dat is wel een voordeel. Want dan kom je tenminste niet te laat op school. Maar het is echt best wel kut. Omdat je gewoon... Je wil gewoon slapen. Je hebt je slaap hard nodig. En dan word je zo tegen vroeg wakker. Dan denk je echt van... Oh my god. Oh, dan krijg je... Ik slaap echt de laatste tijd best wel slecht ook. Ik weet ook niet waardoor het komt. Maar het is niet leuk, want check dit. Die wallen zijn echt weer helemaal... Wow. Mijn wallen zijn weer echt helemaal onfliek. Dus ja, het is nu rond 7:30. Ik ga lekker uit bed. En ik ga me lekker omkleden. En vandaag ga ik iets leuks doen. Vandaag ga ik naar school. En vanavond ga ik naar een voorstelling. En er zit de hele tijd wat op mijn lens. Ga ik naar Jihad de voorstelling, of die Jihad de musical. En ik weet niet hoe ver ik mag filmen daarbinnen, maar ik hoop wel dat ik iets mag filmen. Dus dat gaan jullie ook allemaal zien in de vlog. En de weekvlog is een keer op woensdag online gekomen, want die staat namelijk op deze. Die staat op deze. Omdat mijn laptop YouTube niet meer opent. En dat is best wel kut. Omdat ik natuurlijk YouTuber ben en ik wel gewoon wil werken. Dus dat moet even gefixt worden. En ja, ik ben nu alweer 2 minuten aan lullen. Ik ga lekker omkleden en jullie zien zo meteen mijn outfit. Oké, ik heb me dus omgekleed. Het is nu 7:45. Ik heb er net een goede kwartier over gedaan om mezelf helemaal klaar te maken. Ik moet alleen nog mijn gezicht doen en mijn tanden poetsen. En dan ben ik klaar. Dus wat ik aan heb, deze sweater. Wow. Oké, ik heb me dus helemaal klaargemaakt. Het is nu 7:45. Ik heb me net binnen een kwartiertje klaargemaakt. Ik moet alleen mijn gezicht doen en mijn tanden poetsen. En dan ben ik klaar. En dan ga ik er zo vandoor. Dit is wat ik draag. Deze sweater van Justin Bieber bij H&M. De broek is van de Bershka. En schoenen van Vans. Dus dit is dan zeg maar mijn outfit voor vandaag. Ik heb echt geen zin om
me helemaal mooi te doen of me leuk aan te kleden. Dus ik heb zeg maar dit even aan. En hier zit een vlekje. Nou, dus ik ga er zo vandoor. Het is trouwens super lekker weer buiten. Dus ja, ik ga er zo vandoor. Dus let's go! In de vorige week vlog liet ik jullie deze drinkbeker zien. Er staat op My Bottle. En sinds ik hem heb, gebruik ik hem serieus iedere dag. Iedere dag. Super leuk. En er zit groene limonadesiroop in. Dus die gaat mee naar school. Ik ben zo een tijdje thuis en ik heb net de voorstelling Jihad gezien in Zuidplein Theater. En tussen die twee dingen, dus ik was om vier uur was ik uit en om 8 uur begon de voorstelling, ben ik nog even met wat vrienden de stad ingedoken en heb wat super leuke items gekocht bij de H&M. En jullie denken, hij past niet helemaal op, maar het is wel best wel een grote tas. Dus ik laat jullie lekker zien wat ik heb gekocht. Oké, het begon zeg maar met dit kleine tasje. En daar kocht ik als eerst een hele leuke basic zwarte trui. Een wol, en ik heb hem ook zeg maar in het wit en ik vond hem ook erg leuk in het zwart. Deze was 20 euro en nu nog maar 5, dus die kon ik niet laten liggen. Toen ging ik naar de andere H&M en wat kleinere H&M. En daar heb ik twee dingetjes gevonden. Als eerste liep ik tegen deze trui op. Ik vond hem super vet. Met Sam Angels. Super tof. En vooral echt die details op de mouwen. En deze was eerst 1999 en nu maar een tientje, dus ik ben er echt super blij mee. En dan als laatste heb ik iets gekocht wat ik niet zo heel snel zou kopen. Maar dit was wel echt leuk, want deze jas is eerst 40 euro en nu maar een tientje. Dat is gewoon een simpele basic bomber jack in de kleur zwart. En ik wilde er best wel lang eentje in het zwart. Ik ben weer aardig goed geslaagd met de shoppings. En mijn camera heeft de hele tijd moeite met scherpstellen. Dus dit is wat ik allemaal heb gekocht. Ik moet nu gaan stoppen met shoppen van mezelf. Omdat ik zometeen de hele H&M leegkoop. Met allemaal dingetjes die ik leuk vind. Ik wil wel nog één jasje. En dat is zeg maar een met die twee tijgers. En dan met een hele grote tijger op de rug. Die wil ik nog wel scoren. Maar qua truien heb ik er nu weer twee bij. Dus ik stop even met shoppen. Ik ga zondag weer shoppen met Cindy. En dan hoop ik wel dat ze mijn jasje hebben. Ik hoop het wel, want ik vond deze zo gaaf, jongens. Het is toch leuk. Een bomber. Gewoon zo'n simpele, stoere bomberjack. Oké, het is nu rond 10 over 11:30. Ik ga nog even lekker de vlog van Monica Geuze kijken. En dan ga ik ook lekker slapen. Dus ik spreek jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 24 maart. Wow, sorry. Het is vandaag 24 maart. Het is nu 11:15. En gisteren in de les heeft Lies iets op mijn telefoon geplakt. Dit. OMG, you look fab today. En het is dus nu vrijdag, dus de laatste werkdag van nu deze week. Yeah.
En vandaag heb ik iets super leuks op de planning staan. Ik ga namelijk zo meteen naar school toe. En ik heb van 1 tot 4. Van 1 tot 4 heb ik training op school. Super tof. Daar horen jullie later meer over. Daar ga ik niet vloggen. Bij die training. En daarna heb ik afgesproken met Ruby om iets gezelligs te gaan doen. En morgen heb ik ook zoiets. Heb ik ook iets super tofs. Waar jullie later meer over gaan weten of horen. Ik mag er nu nog niets over zeggen. Ja, echt zo. Ik hou er nooit zo van om zeg maar vlogs te kijken. En dan zeg maar dat mensen dan gaan zeggen. Oh my god, maar ik mag nog niet vertellen waarvoor. En dit en dat en dit en dat. Maar nu doe ik het zelf ook. Dus, sorry. Daarvoor jullie horen snel daar meer over. Misschien morgen al, als ik het mag vertellen. En zondag heb ik afgesproken met Cindy om te gaan winkelen. Dus, dat is mijn weekend. Echt super chill. En over 2 weken is mijn project met mijn klas, Destino, super tof. Wordt echt super vet. Maar ik brabbel weer bijna 2 minuten en ik moet zo gaan. Dus het is nu kwart voor elf. Ik moet over 11:15 de deur uit. Dus ik ga me snel omkleden. Ik spreek jullie zo weer als ik mijn outfit aan heb. Het is nu 10:50. Dit is wat ik aan heb. Ik heb me omgekleed. Dit jasje, dit bomberjackje van de H&M. Trui komt ook van de H&M. Mijn broek is van de Werska. En ik heb weer voor de verandering mijn fans aangetrokken. En het is buiten super lekker weer. Dus ik ga er zo vandoor. Even nog mijn tas inpakken. Van Sostene Grenne. En dan ga ik lekker... Aditi training doen! Training doen! Oké, super tof. Nee, grapje hoor. Ik heb training vandaag. Dus let's go! We gaan ervoor. Oké, we zitten dus weer bij onze favoriete pizza tentje, Sugo. Ik heb een pizza salami. En wat heb jij? Kip pesto. Pittige kip. En lekker een prankje erbij. En het is nu... kwart over... 6. Dus we gaan lekker eten en straks nog even de stad in. Ik ben B2 met Ietje. En ik heb ook in de stad wat boodschapjes gedaan voor morgen. Want morgen heb ik mijn auditie. Super tof. Voor iets super tofs. Maar ik mag het nog niet vertellen. Wat ik allemaal heb gekocht is als eerste de tropische bananennectar. En dit is echt mijn fave. Echt heel lekker. 1 liter. En deze was 1 euro 35. Bananensap, ik ben dol op bananensap en ik zag deze top. Dan heb ik de nieuwe Coca-Cola Zero Sugar in de smaak vanille gekocht. Hier was ik echt ontzettend benieuwd naar, dus dit ga ik morgen meenemen als drinken. Dan heb ik nog, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 van deze simpele puntjes gekocht. Of pistoletjes, laat ik het zo zeggen, gekocht. Super leuk. Dan heb ik, even kijken, 4 croissantjes gekocht voor echt 1 euro. Deze was trouwens ook 1 euro en deze was 63 cent, geloof ik. En dan kocht ik iets super tofs bij de Yamin. En dat, sinds kort zit er in Amsterdam een Dunkin' Donuts. En ik heb van het merk Pop-Tarts, heb ik dit gekocht. En dit is de Frosted Vanille Latte. En ik ben dol op Vanille Latte. En dit is in samenwerking met Dunkin' Donuts, limited edition. Dus, dit ga ik lekker even opbergen. Misschien ga ik hier ook eentje eten. En dan, ga ik lekker slapen. Nou, ik ga even lekker mijn pyjama aantrekken. Dan ga ik lekker in bed liggen. En even nog lekker YouTube-video's kijken, waar ik super veel zin in heb. En dan was het dan weer voor deze dag. Echt, deze dag is zo snel gegaan. Ik heb er zo weinig vlog voor, mijn gevoel, maar goed. En morgen is het zaterdag. Wordt ook een hele leuke dag. Want dan heb ik natuurlijk een auditie. En dat duurt van 2 tot 4. En dat is met 15 andere mensen. Dus het is best wel een gezellige groep. Ik heb ze vandaag ook al ontmoet. En iedereen was super aardig en super leuk. En iedereen was gewoon vriendelijk. En het was echt wel een hele gezellige groep. Dus dat. Dus ik ga nu lekker Netflix in bed. Eerst pyjama aan de rekken, Netflix kijken in bed. En dan ga ik heerlijk slapen. Dus
ik zie jullie morgen weer. Allemaal, het is vandaag zaterdag en het is zaterdag. Ik voel, het is zaterdag 25 maart. Het is nu 11:45. Wow, en mijn statiefje zit los. Mijn statiefje zit los. Het is 11:45. En ik ga zo meteen richting station Delft-Zuid. We hebben twee stations, namelijk Delft en Delft-Zuid. En ik ga lekker naar Delft-Zuid. Omdat ik zeg maar anders moet de bus weer pakken. Geen zin in gedoe. Lekker even fietsen, lekker bewegen. Lekker op het gemakje fietsen. En even overheen op Pardera. En dat soort dingen doen. Het is buiten echt, zoals je kan zien, is het super lekker weer. En ik heb net ook even wat gewerkt op de computer. Dus dat, mijn computer staat namelijk hier. En ja, ik ga zo meteen mijn tas nog inpakken. En lekker die kant op. En dit is wat ik aan heb. Deze trui. Ik ga me zo meteen nog wel bij die auditie omkleden in, ja, in een joggingsbroek. In deze joggingsbroek van de Bershka die ik toen heb daar gekocht. Maar ik zit dus ook te twijfelen om gewoon lekker in deze broek te gaan. Auditie doen. Oh ja, dit was ik aan het vertellen. Dit heb ik aan, deze trui van de H&M. Met dit op de mouwen. En deze broek van de Bershka. En, even kijken. Oh ja, zo zie je wel beter. Nou, oh, mijn camera is wel heel leeg. Oh my god, oké. Ik ga zo meteen even mijn camera ergens opladen. En dan ga ik er vandoor. En jullie ga ik gezellig weer de hele dag meenemen in mijn dag. Dus let's go! Inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig. Het is nu rond 17:53, 17:06. Ik ben gesloopt. Ik kan echt gewoon niet meer normaal functioneren. Het was super leuk, de auditie. Super zwaar, maar wel echt heel gaaf. Ik heb echt nieuwe mensen leren kennen en super tof. En ja, nu wacht het op maandag dat ik de uitslag krijg. En mijn statief ligt hier. En nu wacht het op maandag de uitslag krijg of ik door ben naar de tweede ronde. En ik hoop het wel, ik hoop het echt zo erg. Maar het moet wel goed komen. En ik ga nu heerlijk mijn bananensapje drinken. Daar heb ik super zin in. En lekker iets van Dunkin' Donuts eten. Van Pop-Tarts. Die ik gisteren heb gekocht in de stad met Ientje. Super gezellig. En morgen wordt ook best wel echt een leuke dag. Hallo Zoe. Morgen wordt ook best wel echt een leuke dag. Want heb ik met Cindy afgesproken. Om lekker naar de stad te gaan. En ik voel echt mijn benen niet meer. Dus ik ga lekker chillen. Lekker relaxen. En ja, dan spreek ik jullie zo weer. Want we gaan vanavond ook gado eten. Sorry, ik kan echt niet meer praten normaal. Dus ik spreek jullie zo. Het is weer wat later op de avond. Het is nu rond 11:50 geloof ik. Wow. Het is 11:50. En ik lig in bed, zoals je kan zien. Ik ga even switchen straks van t-shirt of van trui. En dan ga ik lekker slapen. Morgen afgesproken met Cindy om gezellig iets te gaan doen. Camera in de lader gooien. En lekker te gaan winkelen morgen. Dus dat zien jullie nu. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag. De laatste dag van de week. En ik heb vandaag iets superleuks op de planning staan. Ik ga namelijk zometeen met Cindy naar Rotterdam toe. Naar de stad. Eventjes lekker winkelen. En misschien wat eten. Super veel zin in. En het is nu rond 11 uur. Ik heb over een uur afgesproken met Cindy. En om 11:50 pak ik de bus. En dan ben ik rond 12:30 bij haar. En ja, ik heb echt spierpijn. Serieus. In mijn bovenbenen. Dus hier. En hier mijn armen. Ik heb echt het gevoel dat zeg maar... Je weet wel, vroeger moest je naar de dokter om zo'n prik te halen. Hier zo. Dit zit gewoon helemaal vast. En dus ik ga lekker alles voor jullie vastleggen vandaag ook trouwens. En dit is mijn look of the day vandaag. Dus yes, ik ga nu even nog beneden dansen. En dan spreek ik jullie zo weer. Ik ben alweer een tijdje in Rotterdam. En we zitten nu lekker in het zonnetje. En met me is Cindy en ik. Yeah, fancy. We zitten nu bij de markt al gezellig. Nou, voor de markt al zeg maar te chillen. En we hebben al flink geshopt.
Ik heb wat schoenen gekocht voor mijn moeder. En Cindy heeft zojuist een zak snoep gekocht van 1,5 kilo. En straks gaan we lekker eten bij Happy Italy. Ik zit daar ergens. En we zitten hier nu wel even lekker te chillen. En heerlijk, even gewoon ultiem genieten. Ik heb zoveel spierpijn nog van gisteren, jongens. Niet te doen. Echt, alles doet zeer. En wat gaan we zo meteen eten, Cindy, bij Happy Italy trouwens? Of pizza, wat jij hebt gegeten? Ja, ik ga denk ik wel weer voor de fungi. Dat is zeg maar pennen met champignon en roomsaus. En van die groene dingetjes en zo. Echt super lekker. Dus dat ga ik lekker eten. En eigenlijk wil ik ook wel even in het restaurant. Maar het is kapot duur. En druk. Het is echt 6 euro voor 4 rondjes. En dat vind ik best wel prijzig. Dus ik film echt een beetje de hele tijd de onderkant. Dus ja. En Cindy heeft trouwens een hele leuke pet gekocht. Bij de H&M. Ik ben ook al helemaal all black. Super gezellig. You have black, stay black. Ja. Quote van de dag. En ja. En daar hebben we trouwens het reuzenrad. Dus let's go. Lekker in de zon zitten. You gonna have to do more than just. You gonna have to do less than you. Lekker hoor, een pasta fungi en een cola light. Nog een pasta fungi en een eierkake. Eet smakelijk, Cindy. Inmiddels ben ik alweer thuis. Het is nu 7:30. Ik ga zo meteen nog even wat doen voor school, want dat moet ook gebeuren. Ik ga zo meteen ook nog wat video's kijken. Het is trouwens nog echt lekker licht buiten. En ja, ik heb voor de eerste keer gewoon letterlijk niks gekocht in de stad. Behalve eten. En de lekkerste ijskoffie die er bestaat. Dus ja, ik film vlog zo meteen wel even verder. En voor ieder geval nu... Ik spreek je zo weer trouwens, want het is gebrabbel. Nou, zoals je kan zien lig ik nog steeds in beddels. Het is nu 7:50 en ik ga zo mijn huiswerk even maken. Ik moet nog best wel doen. Dus ik ga bij deze lekker de week vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze week vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk weer vonden. Doe die duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de vlog. En dan spreek ik jullie volgende week maandag weer. Dus tot volgende week maandag. Doei doei.